Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Een poosje geleden zijn we weer. Wat een verrassing. Er komt nog een video aan. Ja, dat was Scarlet the Violet toen hij net uitkwam. Maar goed, eerst even deze, want deze is nieuw. Ik heb hier namelijk 3 boosterboxen van Paldea. En dit zijn niet alle 3, we hebben er 6. Maar met die andere hebben we andere leuke shorts gemaakt. Ik hoop dat jullie die video's leuk vinden. Het jeukt. We willen gewoon weer een paar video's maken. Dus ik dacht, weet je wat? Paldea evolved. We doen het altijd wel, maar niet altijd op camera. Ja, dat is waar. We verzamelen meer buiten de camera dan op de camera. Ja. Het enige wat we gewoon doen is... 1, 2, wat zit erin? Nou, dat. We gaan niet meer Pokémon voor Pokémon noemen. We gaan gewoon kijken wat erin zit. Ik moet... Oeh, kijk, weer die... Ja, die Pikachu is leuk. Die is echt lijp. Ik moet wel even toegeven. Ik vind die nieuwe swirl op die EX-kaart is een beetje... Even kijken of we er eentje gaan vinden nu. Nog steeds niet. Kijk. Oh, nee, ik heb hem hier nog niet. Oricorio en Fuecoco. Misschien krijg ik hem wel. Ja, ga jij maar even pakken. Ja, ook niet. Nee. Het is een beetje... En... Nog niet. waarom hebben we... Dat hadden we gisteren ook, hè, met die shorts. We hebben gisteren shorts opgenomen. Of in ieder geval de eerste boosterbox. En daar zaten ook niet heel snel EX-kaarten tussen. Nee, dat is waar. Ik vind die Pikachu zo lijp. Oké, okay, volgens mij komt eraan. Nee. Oeh, daar gaan we naar op zoek. Die Alt-Art Tyranitar. Kijk hier. Er zitten rare sterretjes in dat ik denk van ja, wat moet je ermee? Ja, het zit erin. Ik moet zeggen, het is nog wel wennen, die grijze randjes. Maar als je bij de First Holo en Full Art en dat soort dingen ziet, dan denk je van nou, het past wel. Maar bij de Full Art wel, maar bij de comments en bij de comments ging het niet zo passen. Ik vind wel weer vet dat ze EX-kaart hebben gedaan. Oh, sorry, ik moet even zo doen. Het enige waar ik naar op zoek ben, is de... Oeh, de Sudowoodo. Ja, dat is zo leuk, die, is cool. Full Art. Ja, die Sudowoodo is echt vet. Ik hou van deze kaartenstijl. Ja, die Full Art, dat ze echt gewoon hebben gemaakt. Nee, waar hadden we nou over? Bij de, ik hoop dat ze ook weer Mega en zo terug gaan brengen. Oh, dat was zo vet, die Mega Pokémon kaarten. En die Mega Pokémon zelf ook. Nou, wie heb jij? Oeh. Arctibags. En nu gaan we los. Oh, nee. Wel reversal whole energy. Ja, weet je wat het is? Wij doen ook opnemen nog in onze schuur. Ja, waar we wonen. Alles. De ruimte hebben we eigenlijk helemaal niet. Maar we hebben helemaal niet eens ruimte om kaartjes op te nemen. Nou, daar gaan we. Boss orders! Beter luister je naar deze grote baas. Heel fancy. Gaaf. Dus wat je ziet zijn 3 boosterboxen. Ik zet ze hier naast me neer. Ik kan ze alweer bijna niet kwijt, joh. Oeh. Nice. Skeledridge. Oh, maar je ziet nu, ik weet niet, dat was voor je nooit meer zo vaak, dat het doorschijnend is, zeg maar. Oh, dat heb ik helemaal niet eens gezien. Dit opacity. Je ziet zijn lichaam eronder en onderzijde. Ja, dat ik zo eens kijken bij een ander. Of dat ook echt zo is. Er zit trouwens echt een hele coole Magikarp alt-art tussen ook. Nee, is echt waar. Er zit echt een hele mooie Magikarp alt-art tussen. Dat je ook denkt van, oh, die wil ik ook. En... Electrode. Het is wel confusing, want je ziet meteen een zilver randje bijna op het einde. En dan denk je, dit wordt hem. Maar dan ja, is het ja, zo... ja, jij hebt wel wat. Nice! Wow, ching! Het is wel een beetje Aziatisch, hè? Ja. Komt ie, you're beautiful. Op. Oh, ik zie iets heel anders. Oh, ja. Oh. Maar? We hebben de groene ook al. Waarom hebben we dan weer... Ah, oh, krijgen we de blauwe. Geven we ons gewoon een vette Pokémon, joh. Hey, dan, maar hallo. Ik zag trouwens dat de waterenergiekaarten meer geld waard zijn dan de... Gas? Dan de Pokémon kaarten. Oh, echt? Ja. Ziek, hè? Ja. Maar er zit 1 hele vette gouden energy tussen. Energy, of gouden kaart, energy retrieval. Die wil ik het allerliefst van de gouden kaarten. Die is echt. Daar hebben ze dus ook een gold card van gemaakt. Die is echt super ziek. Oh ja, hier zit hij ook inderdaad aan de onderkant. Ja. Grappig. Oh, dat vind ik wel wel. Dunspurs. Een Fletchling. Iono? Oh, hier zit er niet tussen. Die Full Art moeten we even gaan chasen. Oh ja, chasen. Dat zei je al inderdaad. Off camera. Ja, die is echt ziek hoor, die kaart, als je die ziet.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar zijn het dan allemaal Charizards of zo? Nee, of? Maar er zit gewoon een Charizard in de set. Oh. Doen ze meestal. Derde set zit altijd Charizards in. Dat gewoon drie van die kaarten, daar hebben ze gewoon expres gedaan. Hè? Want dan denk je jeugd van, wow, ik heb drie. Toch? Nee, maar ja, weet je wat het is? Je kan op die manier wel echt super snel je master set nu completen. Dat wel, ja. Vroeger openden we zoveel boosterboxen daarvoor, dat was niet normaal. Maar is dan die master set nou dan net zo evenveel waard als dan? Dat denk ik niet. Ik denk dat die vroeger meer waard was omdat het veel moeilijke kaarten verzamelde. Ja, ja. Maar zoals die Pikachu, ik denk dat die Pikachu kaart, reverse holo, die gaat wel heel wat waard worden weer. Dat zijn van die kaarten, die worden vanzelf meer waard. Ik vind deze wel heel cool eigenlijk. Oh, Quaxly, die kaart. Ja, ja. Pokémon zelf. Allebei. Oh. De menigte zou er wel anders over denken. Chinpou. Want wat is jouw althans lievelingsstarter? Dat vraag ik me wel af. Oh nee, ik bedoelde van deze. Van deze? Wat is dat? Fuecoco. Ja, maar die speel je natuurlijk ook. Nou, ze hebben jou weinig soeps tussen, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ik moet zeggen, tussen Scarlet en Violet, ik dacht altijd dat ik Violet wou. Maar ik vind de Scarlet versie eigenlijk wel... Beter? Althans, ik vind het toch wel mooi. Ik ben gehecht aan de Pokémon-kaart. Die is wel cool, hoor. Die is heel vet. Quackabilly. Ah, hij is weer een vol artje. Ik ben niet echt snel, mama. Nee. Maar jij bent een getrainde Pokémon kaart openen, dus die pakjes voor jou gaat wel sneller. Oh, Team. Je hebt hem alweer, maar dan de andere. Normale variant. Ik ben echt benieuwd. Ik wil heel graag even die Magic Card kaart aan jou laten zien. Die heb ik niet. Die is echt vet. Eigenlijk Luxury. Voor de laatste team. Kijk, Super Energy Retrieval. En die is er ook in het goud. Oh. Die is zo vet. Die is echt heel vet. Nou, wat wordt dit? Bijna. Oh, wat wordt het? Nee. Fortress. Dit is wel even wat chille Pokémon kaarten openen dan vroeger, hè? Het was echt vermoeiend, hoor. Zo, al die Pokémon opnoemen stuk voor stuk. Oké. Oh, wel een Pokémon. Oh. We lopen echt goed op goldcards, joh. We zitten er op 3. Jeetje. We hebben nu nog maar 4 boxen geopend. Althans, laat ik zo zeggen, we hebben 4 boxen open liggen. Ja, hier ligt natuurlijk nog de rest. Ja, maar dat is het leuke aan een boosterbox. Er zit altijd wel iets goeds in. Alhoewel je wel heel veel kaarten... Ik vind het knap als je een pakje koopt en je krijgt een goede hitje. Of vind het... Moet je nagaan dat ik vroeger die Shining Charizard had, weet je wel. Als je die nu PSA 10 hebt, die gaat echt voor knijters voor geld. Kijk, nu koop je snel een boosterbox, maar vroeger deed je dat niet. Nee, vroeger deed je dat niet. Moet je nagaan de mensen die dat wel hebben gedaan, hè. Die zijn stinkend rijk geworden nu. Dat je gewoon zo'n lekker shadowless ding... Dit ging heel vlot. Dat is geen met je kaart, maar wel een 10 kaart. Ik moet zeggen, op camera wordt het wel heel lastig weergegeven. Ja. Hoe zo'n kaart eruit ziet qua... Maar het is wel een leuke toevoeging. Oké, ik heb een pakje echt niks. Hierop. Daar ga alvast kijken. Ik kan gewoon niet wachten om weer een nieuwe te openen. Ik moet zeggen, we hadden ook een badge geopend waarbij de snijranden echt niet mooi was. Dat was echt heel jammer. Oh, ja hoor. Een Flamigo! Dat is wel heel leuk. Het is wel een beetje specie die, hoor. Vind je niet? Het is wel een beetje specie. Ja, het is een beetje specie. Oh. En een Lycanroc. Bijna 2 boosterboxen doorheen gejaagd, althans ik. Ja, jij bent sneller dan ik. Maar het is leuk, dat betekent dat je meer mag openen. Uiteindelijk al, ja. En Fuecoco. Gaat het iets worden? Nee, hè? Nee. Zou er nog een goldkaart in krijgen? Pikachu is echt een goldkaart. Oh ja, verdorie, Pikachu. Ja, ik vind dat ook een ja, ik zou wel lekker zijn als je er nog even een goldkaart uitplukt. Hop. Raichu. Oh, toch nog iets. Oh, nice. Komt-ie, ben je het?
Entry Retrieval, Delibird en een Lux. Oh, nice! Oh, dat is ook zo'n gaaf paarden. Meowscure, het staat gewoon in de bomen. Ja. Handje in de zij, handje in de boom. Doet me denken aan zo. Hij is heel vet. Ja. Dat is de eerste full art. Ik denk dat dat wel een van mijn V-films zijn, Pokémon-films. Ik wil wel eigenlijk alweer een nieuwe Pokémon. Macrow. Oh. Ja? Oh. Ja? Oh. Grusha! Mooi hoor. Oh, kijk die Pokéball aan die scarf vastzitten. Ja, dat is wel cool. Dat is vet cool! Een balletje wol. Een balletje wol aan de andere kant en een Pokéball. Hier is een hele Pokéball haken. Ja, ja. Dat is wel vet en dan, cool. En dan moet je nog een hele sjaal haken. Ja. Nope. Ik zou wel heel graag naar Japan willen. Die stapeltjes bijna op. Ik zie niks. Komt niks. Het is wel echt lekker hoor, die tweede reverse erin. Ik vind dat zo'n toevoeging van de pak. Oh, die hebben we al. Die hebben we al. Jammer. Waarom? Ja, je hebt altijd dubbele. Dat is waar. Waarom? Pallen. Hariyama. Ook een best wel onderschatte Pokémon hoor, Makuhita en Hariyama. Er zijn geen Pokémon die het zo in mijn pak. Ik kan best wel random Pokémon om mee te spelen die ik wel leuk vind, maar... Oh. Ik heb wel altijd andere Pokémon hoor. Jij niet, jij wilt altijd Sanna of niemand een beetje, dus, ja, altijd Gengar. Die zit er altijd in, ja. Nee, ik kies wel altijd dus voor... Dus die ga ik ook afspelen binnenkort. Door de auto. Door de motor. De Pokémon motor. Oh! Falkner Full Art. Lekker. Nou, wat wordt dit? Oeh! Oeh! Yo! Oh. Visje! Maar weet je wat ik heb? Bam! Ik kon even niet wachten, ik moest even kijken. Dendra. Oeh! Quackswell. Hij heeft echt wel een gigantisch hoofd. Hij heeft echt een waterhoofd. Echt een big brain. Ja, waterhoofd. Hij heeft een waterkoppie. Ja hoor, nu gaan we door. Dunnenspurs. Oh, een Tinglu. Oh, we gaan echt door. Heerlijk. We hebben nu echt 3 pakjes achter elkaar waar wat erin heeft gezeten volgens mij. Ja. Ik had 2 trainers achter elkaar. Is dat vol meer? En ik eindig bij deze district. Oh. Mina gaan we. We zitten op 21 minuten en we hebben al ruim 2 boosterboxen klaar. Ik heb dezelfde Sableye. Hop. Oh. Nee hoor, niks. Nee. Meowscrate! Die hebben we nog niet. Nope. Oh, kom even door met die Tarenta kaartje, dat zou echt ziek zijn. Dat was ik vind echt een hele zieke kaart. Oh, voor Coco! Oh, Slowking! Die hebben we ook nog niet. Nee. Ja, dat is echt meh. Nee. Kun je die stapel hier zo even weghalen? Ga ik jou helpen? Ja, doe dat maar. Wow, Dio Mimikyu! Ja! Oh, Dien. Extra ja, van ja! Nope. Hij wel gaaf hoor. Dus, ja, hey, maar daar komt niks aan de onderkant door. Jawel. Althans, het is gewoon een kleine Pokémon. Een beetje. Crystallize. Ik moet wel nog wennen hoor aan dat hele Crystallize. Ja, ik vind het Crystallize, dat is een beetje de mega-achtig idee van... Alleen ze hebben niet allemaal... Het is heel rennen, want zie ik op hun hoofd er wat voor een lantaarntaal. Nee, de ene heeft wel gewoon serieus een standaard ding. Hé, hey, daar hebben we nog een keer Meowscrate. Ja, en het is een... Een bel. Bellyball. Jawel. Oh? Oh, nee! Ja, dit is wel de full art, maar niet de alt art. Ah! Ja, ik weet wat je bedoelt. Die is zo cool, want dan heeft ze hier een Pikachu volgens mij en zo. Of in ieder geval, ik weet niet meer welke Pokémon in mijn hoofd, maar ze misschien heeft daar een Pokémon van. Misschien is het wel een stille hint dat we hem wel gaan krijgen. Oh? Ja, ja. Nice! Oh, die is vet! Oh, die is zo gaaf. De market eromheen, die car. Nice. We zijn er bijna, mama. Nope. Oh. Ja?
Oh. Nee, dat leek eventjes. Oh, oh. Jawel. Een fletschender. Oh, ik blijf het echt gaaf vinden, die kaarsen. Ja, dat is echt mooi gedaan. Ik vind dat echt een toevoeging. Maar dat hebben ze ook bij Crown Zenith, hebben ze dat ook weer echt ziek gedaan, hoor, met die kaarten. Ja. Dat is misschien wel een van mijn lievelingssets afgelopen jaren. Daar heb ik heel veel van geopend. Daar hebben we heel veel van geopend. Gewoon wat leuk was. Misschien iets te veel van geopend. Gaan we allebei eentje doen. Wat wordt het? Als we nu nog een grote kaartje krijgen, zal wel heel lijp zijn, hè? Even een kaartje waar niet over. Nope, hier niks. Dan hebben we allebei nog één. Ja. Kijk wat eruit komt. Helemaal het onderste. 1, 2. Nope. Nou, ik ga meteen naar het laatste gedeelte. Nee. Nope. Nou, 3 boosterboxen weg in 26 minuten. Nou, ja. Dat is nog eens een keer op tempo. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond je het leuk? Druk even op het duimpje omhoog. Ja, please. Vergeet even niet te abonneren, want we gaan dit wel weer wat vaker doen. Of in ieder geval, we proberen dagelijks een video te plaatsen. Misschien ook dagelijks een short, geen idee. Blijf gewoon hangen. Hoeveel kijkers, likes, maakt me echt niet uit. 1 duimpje omhoog. Geniet er goed van. Ga ervoor. Bedankt. Tot de volgende keer en ciao.